Music, maestro, please. Deze Hoempapa marsmuziek komt je wellicht bekend voor en zul je denk ik niet zo snel vereenzelvigen met een intense en langdurige liefde. Toch staat deze muziek aan de basis van een belangrijke scène in De Koperen Tuin van Simon Vestdijk. De muziek zorgt ervoor dat de 8-jarige Nol Rieske spontaan gaat dansen met de 4-jaar oudere Tix Couperus. Een palingsdans die plaatsvindt op de sociëteit De Tuin. En daarmee start een levenslange afstandelijke liefdesrelatie. Simon Vestdijk heeft tijdens zijn leven veel essays geschreven over muziek. En ook in zijn roman speelt muziek een belangrijke en symbolische rol. En ik zal dat illustreren in dit boek aan de hand van de opera Carmen van de componist George Bizet. De Koperen Tuin heeft als ikverteller Nol Rieske die terugkijkt op zijn leven. Bijna vanaf dat magische dansmoment op zijn 8e levensjaar tot en met zijn 23e. Als zoon van een rechter komt hij uit een verstandelijk gezin. Maar hij heeft ook een gevoelige kant die vooral tot uiting komt in de muziek. Op eigen verzoek krijgt hij pianoles van Henry Couperus, de vader van Trix. En deze docent adoreert hij, ondanks dat hij bekend staat als een alcoholist. Op een gegeven moment dirigeert deze Henry Couperus de opera Carmen die op een totale mislukking uitdraait. De avond van de opvoering blijkt achteraf gezien zelfs een noodlottige avond te zijn geweest, maar dat weet Nol op dat moment nog niet. Trix heeft ook een klein rolletje in deze opera, maar tegelijkertijd heeft ze overeenkomsten met de passievolle zigeuner Carmen uit het verhaal. De muziek van Carmen wordt later nog een keertje gespeeld door Henry Couperus, maar helemaal opvallend is het moment dat Nol een melodietje uit de opera te binnen schiet. En dat specifieke melodietje komt nog een paar keer terug. En die melodie is natuurlijk niet toevallig en het heeft een symbolische lading. Het komt uit een moment in de opera wanneer Carmen de rotkaart neerlegt en daarmee haar eigen dood voorspelt. Met terugwerkende kracht begint Nol te begrijpen waarom Trix zijn liefdesbrieven nooit heeft beantwoord. Ze ontmoeten elkaar jaren later weer als Nol zijn moeder op sterven ligt. Trix werkt op dat moment in de tuin, daar waar ze ooit samen hebben gedanst. Voor Nol is dat dus heilige grond. En het is een koperen tuin, koper als de kleur van de herfst, omdat de liefde daar ooit is begonnen. De opera Carmen eindigt met de verliefde Don José die zijn geliefde Carmen doodt zonder wie hij niet kan leven. Ik ga niets verklappen, maar ook De Koperen Tuin eindigt dramatisch. Het is een verhaal over liefde, dood, drank, verkrachting en veel muziek. We blijven even bij muziek, maar we maken de overstap van opera naar nederhop. De ontwikkeling van nederhop, oftewel de Nederlandse rap en hiphop, heeft al een aardige geschiedenis. Lil Kleine en Ronnie Flex, de grootste namen van New Wave, zijn schatplichtig aan of in ieder geval verwant aan een lange rij artiesten. Als we teruggaan in de tijd, dan komen we onder andere langs Typhoon, De Jeugd van Tegenwoordig, Ali B, Lange Frans en Baas B, Brainpower, Extints, Opgezwollen en tot slot de pioniers van Osdorp Posse. Hier om de band, het was de moeder leuk van de politie. Maar de basis van deze cultuur en muziekstroom vindt zijn oorsprong natuurlijk in Amerika. En daarvoor moeten we terug naar de jaren 70 van de 20ste eeuw. Met The Rapper's Delight, Kool Moe Dee, Grandmaster Flash en DJ Kool Herc. Maar de eerste hiphoppers en rappers kwamen ook niet uit het niets. In de jaren 60 had je dichters die samen met muzikanten gingen samenwerken. En de groep The Last Poets wordt vaak gezien als de eerste die op ritme spoken word ofwel poëzie liet horen. En die Last Poets staan centraal in het boek De Laatste Dichters van Christine Otten. En het is een lastig boek. Het heeft een flinke omvang en het verhaal bestaat uit schetsen, citaten, fragmenten uit herinneringen, chaotische en onaffe verhalen. De schrijfster Christine Otten heeft hiervoor met enkele oudleden van The Last Poets gesproken, maar ook met familieleden en andere betrokken mensen. En het is geen succesverhaal, heel eventjes wel, maar het verhaal gaat vaker over alcohol, geweld, drugs, gevangenisstraffen, verloren liefdes en een deprimerende toekomst. Het gaat om jongens wiens leven een zootje was. De Last Poets waren meer dan dichters met een percussionist. Ze maakten onderdeel uit van de opkomende zwarte moslimgemeenschap in New York. Het waren de tijden van Malcolm X, van Black Power. Iets waar Beyoncé nog wel eens aan refereert. Het boek De Laatste Dichters is haast een historisch document dat niet per se prettig leest, maar dat wel laat zien dat je als schrijver niet altijd een logisch verhaal hoeft te vertellen. Assimilatie brengt in Israël Russische Joden in problemen. Dit kopte de Volkskrant in het jaar 1992 en toevallig of niet, de kop bevat precies het uitgangspunt van de in hetzelfde jaar verschenen roman De Ruimte van Sokolov van Leon de Winter.
verhaal dat zich afspeelt in Israël, in Tel Aviv. Een klein beetje geschiedenis. Israël is natuurlijk de Joodse staat die in 1948 werd gesticht. En er nam in 1950 de wet op terugkeer aan. En deze wet houdt in dat iedereen van Joodse komaf zich mag vestigen in Israël als Joodse staatsburger. En na de val van de Sovjet-Unie in 1989 zijn opvallend veel Russen naar Israël getrokken. Zo ook de hoofdpersoon uit dit boek, Sasha Sokolov. Oorspronkelijk een raketgeleerde onder het communistische regime, maar nadat een door hem ontwikkelde raket explodeerde bij de lancering, werd hij verbannen naar Siberië. Uiteindelijk komt hij terecht in Israël, maar hij heeft zijn vrouw en kind achtergelaten in Rusland. In Tel Aviv is hij aan lager wal geraakt. Hij leeft als straatveger en is een zwaar verslaafde alcoholist. In die hoedanigheid is hij getuige van een moord. Hij ziet de moordenaar en denkt daarin zijn vroegere collega en jeugdvriend Lev te herkennen. Als hij even later Lev weer tegenkomt, wordt hij verleid om dingen te doen die hij eigenlijk niet wil. Zo kom je in een verhaal waarin Sokolov steeds terugblikt en je laat zien hoe zijn verleden is gelopen, waarom hij zo'n sterke band heeft met Lev en waarom hij zichzelf als verrader ziet. De titel De Ruimte van Sokolov is dubbelzinnig. Als wetenschapper hield hij zich bezig met de ruimtevaart, maar het gaat ook om de wereld, om de ruimte om Sokolov heen. En er zijn ook momenten door dronkenschap of narcose dat hij door de ruimte zweeft. Wow! Een thrillerachtig verhaal met de Golfoorlog uit 1991 op de achtergrond, waarin het ongeluk waarvoor Sokolov geboren lijkt te zijn centraal staat en waarin de hoofdpersoon verstrikt raakt in de maffiapraktijken van zijn vroegere vriend Lev, die niet helemaal te vertrouwen is.